Zeker bij een bijzondere gebeurtenis vandaag in verband met Vincent Panchami, dag waar we eigenlijk Maserati, niet eigenlijk, maar echt Maserati kunnen aanbieden voor het verkrijgen, vergaren van kennis, kunst en harmonie in ons leven. Waar hebben we dat niet nodig? Overal in het leven hebben we dat nodig. Stel dat je heel stijf bent, er is geen harmonie in je leven. Het is best wel saai. Daarom daar zorgt Maserati dat wij dan op een heel ontspannen manier, opgedane kennis, wat wij op school, thuis, in onze omgeving, buurt, Suriname, deze boeitieme sapko, ik samen opgroeien, hoila, ja, Holland, Mibhi, samen met iedereen. Dat je daar heel flexibel, heel harmonisch met opgedane kennis en al die sanskaars, sacramenten die we meegenomen hebben, dat we kunnen toepassen. Dus waarom niet vandaag zo'n bijzonder dag? Prachtig dag. Om namastute mahamaye sri pithe sura pujite sankha chakra gada haste mahalakshmi namostute om ya kundindu tusarahar dhavalaya shubhra vastravritam ya veena varadanda mandit karaya shveda padmayasana ya brahma chutya shankara prabhirti bhridaiva sada vanditam samang patu saraswati bhagavati nishesha japyaham. प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय बार बोलो सरस्वती माता की जय. U heeft het net aangekaart, India. En zeer zeker staat het staat heel groot, het staat heel bekend in India. Waarom niet? Omdat de hele creatie die gecreëerd is door Brahmaji, dat is gedaan, tot stand gekomen door Maserati. Brahmaji is de creator, Maserati is de motor daarachter. En vandaag hier op de Saraswati Basisschool, hier in Rotterdam, in onze eigen Rotterdam, is het zo belangrijk dat wij dan vandaag Maserati verzoeken. We verzoeken Maserati om alle kinderen, dus de toekomst van Nederland, de toekomst van Suriname, dat Maserati hun de juiste, de gepaste kennis en flexibiliteit en harmonie in hun leven kan bieden, waardoor zij een prachtig leven in de toekomst kunnen genieten. We gaan nu over tot een hele formele overdracht van zeg maar de spulletjes aan de kleinste. En ik wil juf Deria uitnodigen om uit te leggen wat de bedoeling is. Ja. Misschien kun je het in de camera vertellen. Goedemorgen, beste allemaal. We gaan vandaag het leren centraal zetten. Dat gaan we symbolisch doorgeven. Elke leerling vandaag krijgt een grijs potlood en twee kleuren tinten geel. En ze krijgen een notitieblokje waarin ze hun dromen, ideeën kunnen opschrijven en later waar kunnen maken. En ze ook de eerste woordjes van de kleuters kunnen hier ook opgeschreven worden, of zelfs de eerste letters. De kinderen van groep 8 kunnen natuurlijk al, hebben heel veel letters en woorden al geleerd. De kleuters gaan daarmee beginnen. Dus het zou heel mooi zijn als Celine en Keuren even willen gaan staan. En jullie met je viertjes ook. Want dan krijgen jullie dit cadeautje. Vanmiddag krijgen jullie dat in het echt, maar vandaag wordt het eerst nog gezegend tijdens de puja. En vanmiddag gaan jullie ook echt mee schrijven. Jullie samen mogen het vasthouden. En gaan we het even een beetje zo neerzetten. Want Noah, jij gaat ook al een beetje woordjes leren, toch? En lezen. En jij, Ishara? Ook al, hè? En Shirani en Rishun ook. Dus dan krijgen jullie dit als cadeau. Jullie mogen je handjes zo openen. Allemaal je handjes open doen. En dan gaan jullie het zo. Ja. En dan doen we die. En dan geven we het maar even aan elkaar door. Zodat iedereen het een keer in de handen hebben gehad. Om Vakratund Mahakaya Surya Koti Samaprabham Niravighanam Kuru Medevam Sarvakaryeshu Sarvada. Op het moment dat wij dan weten van degene die heel stijf staat, niet buigzaam is, die breekt. En degene die buigzaam is, die flexibel is, die blijft vooruit komen. En strakjes, als u ook op de tafel ziet, dat ziet u ook waarschijnlijk, dan staan er aantal spullen klaar, aantal puja spullen die we strakjes gaan gebruiken om samen met de kinderen Maserati te vereren. We hebben vandaag een klein puja van Ganeshi, Gauri Mata, mama van Ganesh Bhagwan, en tegelijkertijd centraal Maserati. Daar gaan we dan kokosnoot vandaag gebruiken. Kokosnoot. Die staat nu niet op tafel, maar ze liggen hier, ze worden straks klaargemaakt. En die wordt dan gebruikt. Kokosnoot heet Shripal. Shri betekent al complete.
uiterste, die niet seizoengebonden is. Maakt niet uit wat voor weer het is, wat voor seizoen het is, om kokosnoot die behoudt zijn kwaliteit. Je mag hem ergens in Suriname planten, je neemt hem mee hier naartoe en hij is nog steeds hetzelfde, zolang hij nog goed is. Zo moeten wij ook zijn. We moeten niet een locatie of een plek gebonden zijn. We moeten dusdanig klaargestoomd zijn waar we dan ook kunnen. Als het nodig is om hard te zijn, zijn we dan hard net als de kokosnoot. En wat betekent hard zijn? Dat je niet negatief beïnvloed kan worden. Daar heb je een harnas voor nodig. Maar van binnen moet je best wel zacht zijn. En dat is dat vruchtvlees daarbinnen. Wat zit er ook nog in, kindertjes? Wat hebben we nog ook in kokosnoot? Water, hè? En wat doet water? Die is nooit te stoppen. Die vindt zijn weg wel. Er mogen 1001 obstakels komen, maar die gaat weer verder. Daar gaan we straks met de kinderen in de vorm van Master Saraswati op een kokosnoot. In de vorm van Master Saraswati. De kwaliteiten, de eigenschappen wat een kokosnoot heeft, dat wij dat ook kunnen meekrijgen. En al die kleine kindertjes die nu in de bloei van hun leven staan, dat ze nu al klaargestoomd worden, dat ze nu al voor hen duidelijk gemaakt worden. En dat Master Saraswati Ashirwaad deze keer, Ganesh Bhagwan Ashirwaad deze keer, Gauri Mata Ashirwaad deze keer, dat ze nooit te stoppen zijn. En dat ze ver van al de negativiteit blijven. En tegelijkertijd van binnen ook zacht zijn, lekker zijn, zoet zijn. En precies weten wat ze in de toekomst zullen bereiken. Mujhe raas se aa gaya hai, tere sar pe sar jhuka.